Hoe vaak hebben we het niet gehoord? Ja, kan je het nog herinneren? Ja, elke keer als er werd gezegd, ja maar laten we die grenzen nou dichtgooien, hè, dan hebben we die immigratie en het asielgebeuren hebben we veel meer onder controle. Gewoon die grenzen even dicht. Gewoon controleren. Ja, dat hebben we steeds geroepen. En wat hoorden we dan? Van de afdeling deugneuzen, weet je nog, en links. Die kwamen dan elke keer weer vertellen, dat kan niet. Onmogelijk om die grenzen dicht te gooien. Krijg je problemen met Brussel. Nee, niet doen. Niet. Dat kregen we steeds te horen. Ja, en dan werden wij weggezet als een stelletje simpele zielen. En dom rechts. Ja, en wat zien we nu dan, vrienden? Ja, wat zien we nu dan? Haha. Er zijn al verschillende landen. Zweden, Denemarken, weet ik, Slowakije, Frankrijk, Italië, weet ik veel. Die doen al aan grenscontroles. En daar komt nu bij Duitsland. Ja, Duitsland denkt bij zichzelf. Nou, de hartelijke groeten allemaal. En ze zoeken het maar uit in Brussel. Maar wij gaan gewoon grenscontroles houden. Ja. Klaar, we hebben geen zin meer in al die asielzoekers en die komen er bij ons niet meer in. Zo zie je maar. Ja, en dan heeft links al die tijd dat tegengehouden en alsmaar geroepen, kom maar binnen met je knecht. En nu blijkt gewoon dat Duitsland die zeggen van hier, hoi, deze, ja, Duitsland, tegen Brussel. En die doen het gewoon. En Nederland was weer zogenaamd het beste jongetje van de klas. Weet je wel. Keurig opvolgen. Ja. En dat doet links steeds. Ja. Als Brussel wat roept, dan knikken ze ja. Als Brussel zegt, we dragen geen onderbroek meer. Ja, dan schuurt heel links Nederland met zijn edele delen tegen de rits aan. Ja. Dat is links Nederland. Ja, oh vrienden, je wordt er toch helemaal niet goed van. En in het vervolg is het gewoon zo. Laat links maar lullen.